Jorden net Cabaret, Georgia Dodger en Ride by the Moon. Het is 5 uur geweest. Ik zeg goedemiddag. 79, Stad Den Haag. Lekker met Michiel van der Brugge onder de douche. In het programma Douchco. En er komt een douche van prachtige disco over je heen. How you feel. Zit er wel in, een klein beetje. Eerste plaat die we draaiden in deze lijst van 1984. Special Touch en Can I Make You Feel Better. Plaatje dat toen gemaakt is. Door namelijk de man die heette toen in die tijd Funny the Wolf. Bleef op 50 staan, deze How Can I Make You Feel Better. En stond er 10 weken in de lijst van vandaag. 49 stond op 49 vast. Die stond toen 15 weken in. De Flirtations en de Earthquake. Ik ga even door met de 48, maar voordat ik daar meer over ga vertellen, wil ik je toch nog even vertellen wie er vandaag allemaal gaan mixen, dames en heren. Het zijn er 2 vandaag. Mark Bongo Man, die hebben nummer 20, heeft hij althans 16 en 10 gedaan. En Leon Terlouw, LT, die kwam er later pas achter dat ik, oei, ik heb nummer 1 erin gemixt. En ja, maar goed, wat ik nu ga doen is dat ik straks als de nummer 1 gedraaid wordt, ook nummer 43 en nummer 9 gedraaid gaan worden. Dus dan weet je dat alvast. Dus nummer 43 en 9 worden pas aan het einde van deze show gedraaid. Dat is natuurlijk een hele leuke plaat die straks op nummer 43 staat. Die komt er nieuw binnen, Dr. Skert en Watchout. Ik zeg nogmaals, hele goede middag op deze dag van vandaag. Alweer de tweede zondag van het nieuwe jaar 2022. En hier is Cesare. Tell me, got a question, need an answer, gotta know, if I'm falling for you.
Are you a love maker? Of ben jij a love taker? Dus maak je het? Of doe je er wat anders mee? Dat is jouw suggestie hier. Bij deze Zézaré. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zézaré kan ook zijn. Het komt uit Canada trouwens. Uit 1983 is de plaat toen al uitgekomen. En in 1984 vind je hem dan ook wel in deze flitsende 50. 7 weken stonden ze erin met deze Are You a Love Maker. Ging toen van nummer, kijk, een 48 en bleef eigenlijk op 48 staan. We gaan eens even naar een nieuwe plaat, dames en heren. En dat is van deze man. Hi, my name is Ryan Paris. You're listening to Radio Star Denak, your Italo station since 1982. Sinds 1982, en jij kan rekenen, denk ik, aan de andere kant van de radio, dat wij 40 jaar bestaan dit jaar. In dit mooie jaar, voor ons dan in dit geval 2022. Een nieuwe binnenkomer in de lijst voor vandaag. Deze man die groot geworden is door zijn Dolce Vita en ook in diverse hitlijsten, ook in Nederland heeft gestaan, ook bij de Top 100, Top 4000 en dat soort allemaal hitlijsten meer. Fabio, ook al op leeftijd, maar nog still going strong in de muziek die hij maakt. Verscheen in Nederland op Carrere en ook op CNR. Hier is Fall in Love. Fall in love, I will fall in love. But I know that someday I'll regret it. When you talk, you sing. When you dance, you swing. And your eyes are more like heaven. Fall in love. Caroline, don't waste your time. Come, won't you kiss me once again? Deze man wel verliefd geraakt, deze Ryan Paris. Ja, hij weet vrouwen te womanizen. Daar is hij goed in. Fall in Love is dat trouwens op nummer 47 hier in de lijst van 1984. Shannon stond er namelijk ook in met de Music Play. Die stond er 18 weken daar genoteerd. Ging toen van 37 naar 46. Er zijn sommige dingen die niet kan uitstaan van sommige personen. En zij hebben er een plaat voor gemaakt. Captain Rap, Bad Times, I Can Stand It. I can't stand it anymore. Real bad times is what you and I feel. I can't stand it, I can't.
must mean the mind of staggering cost. You get a day off, a layoff, and a letter to stay off, and now you don't work no more. That position at the plant, you really did need head of the house, five kids to be. You tried everything, and it's just not fair to have an able-bodied man apply for welfare. A city cries out, it's mass hysteria. One wounded, four dead in a California area. Innocent victims found home slain. Relatives and neighbors experience the pain. They hold back tears, just got to take a stand. Order padlocks and guns in a heavy demand. The fears won't rest until all behind bars. For the rest of his life, the boy will carry the scar. Best friend, mother, father, and a very young daughter. Memories in his mind, loved ones have been slaughtered. Is there any way to compensate a person's life so great a fate? Heaven knows this can't go on. Too many things are going wrong. Who would save us from ourselves? This world is turning hell. Bad times, these are for real. Bad times is what you and I feel. Hurricanes and you can't escape. Tornadoes drop trees, hurling home and debris, leaving little behind for death and injury. Gonorrhea, syphilis, spread like the plague. Doctors afraid to treat the victim of age. The world is threatened by nuclear war. Americans die in El Salvador. The poor goes pulling homes for solidarity in a speech to see the people some parity. Begging me to break my campaign with a cord. And they say Reagan will run in 84. Bad education is just a revelation, but still each year kids draft for graduation. The third world sends out the hunger plea. Ah, was inderdaad lekker gerept, dames en heren. Haha, dat was die Captain Rap met I Can Stand It. Larry Earl Glenn heet hij van zijn naam. En deze man, deze plaat althans die je net hoorde van deze Captain Rap, I Can Stand It, Bad Times, is namelijk ook gearrangeerd en geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. En die ken je natuurlijk nog wel van de SOS-band, onder andere en vele mooie TR-808 plaatjes die zij toen in die tijd in de jaren 80 gemaakt hebben. Goed, daarvoor natuurlijk Ryan Parrish, Fall in Love. En deze Bad Times, I Can Stand It, het is ook weer iets wat gaat over deze tijd. De tijd waar we in de tijdgeest zitten van nu. Het heeft met Bad Times te maken en je kan het niet uitstaan. I Can Stand It, Captain Rap dus. Even overslaan, het nummer 44. Die komt er voor 31 voor de vierde week. Dat was First Choice met Dr. Love, omdat we zometeen Let No Man Poeders aan de gang krijgen. Op 43 nieuw binnen, Watch Out van Dr. Scat. Maar die gaan we ook nog niet draaien, want die zit in de mix van Leon LT. En die draaien we bij nummer 1. Nou, dan weet je dat ook weer. En als je net ingeschakeld bent, misschien ook op de 97. Goedemiddag. Ja, wens ik je een hele goede middag met deze prachtige Martinelli en Voice. Radio Stad Den Haag.
Nee. Dit is een waanzinnige plaat, laten we eerlijk zijn. Deze Martinelli in Voice in the Night. Op 47 kwam die af, ging naar nummer 42, stond er 3 weken in. Deze Aldo Martinelli Aldo Martinelli met Martinelli natuurlijk. Straks ook nog een Martinelli, Dr. Scat natuurlijk, watch out. Maar hij stond ook in de lijst met deze mooie Charles Platte van de Voice in the Night, tussen haakjes. Ook met Simona Danini, die zat er toen waarschijnlijk ook alweer bij. En die man is, ja, net eigenlijk vind ik ook net zo groot als een Farina Crivalente of Turati in Gerigato. Dat zijn toch al die mensen die ontzettend veel betekend hebben in die Italo-disco-muziek. Dat zijn eigenlijk pioneers erin. Ja, ik heb daar 2 van die dingen hier in mijn dingen staan. Maar er zijn ook pioneers, die mensen die, dat waren wij toen ook in het jaar 1982, waren we ook onwijze pioneers in het maken van radio. Wist je dat nog? Ja. Nou, dit komt uit Engeland, dames en heren. Verscheen in Polydor. Polydor, het label in Nederland. Ik heb hem zo nog gehad. Ja, het is heel lullig, maar hier is Hotbox. En Do You Wanna Lover? Misschien wel een Latijnse lover. Deze mensen, ik weet het absoluut zeker. Deze Latin lovers, nou ja, niet alleen Latin lovers. Het zijn natuurlijk ook andere soorten mensen die ook lastig kunnen zijn in de liefde. Of je kan er last van hebben, kan natuurlijk ook. Goed, Hotbox, Do You Wanna Lover, Latin Lover. 46 ging toen van 1 en naar 41 toen stond er toen 6 weken genoteerd. Xena on the Upside ging van 30 naar 40, 10 plaatsen naar beneden. Er stond daar toen 7 weken genoteerd. Nou, over een liefde gesproken. Ja, dat is toch altijd even leuk, hè? En buiten Do You Wanna Lover, wat voor soort lover, dat mag je natuurlijk zelf uitmaken. Gaan wij eens even naar deze geweldige plaat. Ik denk dat Jerry van Bokstel, die denkt van, ach man, hier ga ik naar de herinneringen terug. Ik hoor hier Radio Veronica toen ze nog in zee zaten. Toen werd deze plaat ook al gedraaid. En natuurlijk ook in de Marathon Discotheek. Hier is Vicky Sue Robinson. Filled with
week is Robinson maar even iets te lang gedraaid. Ja, ik mag ongeveer 3 minuten per plaat mag ik uitkiezen. Omdat ik ja, zoveel mogelijk plaat aan jou wil laten horen in deze douchecar-uitvoering, aflevering van de Haagse Flits in de 50 van 1984. Maar waar komt het dan vandaan, jongens? Waar komt het vandaan? Ja, 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 je weet het wel. Met Veronica. Dat zijn die memories, dames en heren. Dat is eigenlijk van A Love Affair. En daar maakte Vicky Robinson ook gebruik van in het jaar 1984. Nou, even een klein stukje luisteren naar deze. Hoe zij het zingen, Everlasting Love. Ik vind het alweer genoeg, weet niet. Ja, ik vind het alweer genoeg geweest. Goed. Love Affair, dus de originele versie van deze Everlasting Love van deze Vicky Sue Robinson. Genoteerd in jouw flits in de 50 van 1984. 40 jaar Radio Stad Den Haag en dan komen die herinneringen al weer boven. Deze ging trouwens van 40 naar 39. Eén plaatsje maar omhoog. 2 weken stond ze daarentegen ook nog pas genoteerd. Met haar plaatje toen in die tijd, Everlasting Love. Goed, Who Me met Every Bad Rock. Every Bad Rock. Die ging toen van 38 stond hij genoteerd. Ging van 29 zachter naar beneden. Er stond toen 6 weken in. We gaan eens even naar een plaat die genoteerd staat op nummer 37. En die kwam toen van nummer 39 af. Dus die is eigenlijk een beetje een kleine stijger. Stonden er ook al 2 weken in. En dat gaat over een Destination. Die kennen we wel van Move On Up onder andere. En Danny Lugo hebben toen een beetje samengewerkt. Dat deden ze ook in 1984. Het is eigenlijk een beetje een plaatje die gaat over... Hey! Maar dat maakt het alleen maar gezelliger. Luister eens naar deze Going Through the Motions. Hier op je radio, Stad Den Haag. Ik zeg, goedemiddag. Sound en het geluid van deze Destination toch wel lichtelijk terug in deze Going Through the Motions van deze Danny Lugo, die ook in deze lijst stond genoteerd. Dat was ook het feit van de Crazy Cuts van de Grandmaster DST. Stond er ook in, ging toen van bleef op 36 staan en stond er 6 weken in. Deze man, 2015 ontnam hij de aarde en ging naar de hemel. En deze man blijft nog steeds in ons geheugen. Zeker ook in 1984, waar deze man deze plaat nog zelf heeft geschreven ook. En het blijft een Italo-disco-knaller. Hoort eigenlijk ook in de Top 100 thuis. Kan het even nu niet nakijken. Maar hier is Valley, de rokende schoorsteen, met zijn Diamonds in the Night. Walking down the street, you never once gave a smile.
woorden van Hugo Hoogmoed. Die zegt altijd, topplaat. Of een hele goede plaat. Prachtplaat. Hem gekocht. Toen ook in die tijd van 1984 zal het waarschijnlijk het geval zijn. In every place, in every room. Gianfranco Valli was dat. Die hoorde deze Diamonds in the Night helaas niet meer onder ons. Maar de muziek blijft nog steeds bestaan van deze Gianfranco Valli, zoals die het echt heet. Er zijn nog heel veel remixen van deze Diamonds in the Night gemaakt. En dan moeten we toch ook even teruggaan naar onze Fleming Delem. Die heeft er zelfs ook nog een keer een ode aan gemaakt. En heeft er toen ook een remix van gemaakt van deze Valli en Diamonds in the Night. Welkom nogmaals, ook chatters hier bij Radio Stad Den Haag. En de 97.2 is weer krachtig als geen ander. Dus mocht je in Den Haag wonen, daar die richting op. En mocht jij zeggen van, ik wil lekker de kracht van Radio Stad weer uit mijn radiospeakers laten klinken, dan is dat natuurlijk een heel lekker geval. Nou, nu gaan we even naar deze plaat. Ik heb gekozen, want ze stond er ook in met Love How You Feel. En ik heb maar deze genomen. Het is Your Winner. Ik ga je zometeen nog even een paar suggesties voorgeven waar je in de chat dan kan kiezen daarvoor. Discotheek was. Ja, daar was zij dan ook, op zelfs donderdagavond. Dan was de hele marathon vol, het leek wel een soort van voetbalstadion. En ze zong niet alleen deze plaat, ook natuurlijk het plaatje dat heette toen in die tijd Love How You Feel. Maar ik heb voor een winnaar gekozen en ik geef jou nu alvast de optie om ook mee te doen hier in de chat bij Radio Stad Den Haag, want zometeen krijgen we de Two Sisters met Destiny en B-Boys Beware. Dus geef jouw keuze door via de chat. Wil je straks horen van Two Sisters Destiny? Persoonlijk mijn voorkeur, maar goed. En of wil je zeggen, nou, doe maar een keertje een beetje de electro-freestyle van de B-Boys Beware. Ik ben heel benieuwd wat voor reactie wij daarover gaan krijgen.
all started in 1982. And for the last 40 years, we've never stopped. Never stopped. Never stopped. Radio Stop Den Haag. Numero uno. Your number one 80s station. Aan de kant en hij is dan lekker bezig met zijn hoofd op de grond. Dus als hij een keer binnenkomt met een kaal plekje op zijn bovenhoofd, dan weten we waar dat nog gekomen is. Heeft hij zich helemaal uitgesloofd op deze B-Boys Beware. Jij zei in de chat dat jij deze plaat graag zou willen horen. En why not? Ik bedoel, ik ben meer voorstander van Destiny, maar dat zijn de persoonlijke smaken die er zijn. Voor de rest hadden we ook nog Duke Lake met Do You in de lijst staan voor vandaag, 1984. Stond nummer 32 genoteerd, kwam toe van nummer 17 af. En stond er allemaal liefst 9 weken in. Deze Two Sisters stonden er 10 weken in. Kwamen toe van nummer 41. En stonden op nummer 31 met deze Destiny / B-Boys Beware. Rocket to Your Heart van Lisa stond er ook op nummer 30. Stond van nummer 33 af en stond er 15 weken in. See the world all go round and round.
of Lines was dat. Radio Stad Den Haag. Start chatbox. Stad Den Haag. Wie zitten er hier in de chat op deze gezellige zondagmiddag? Dat is Gwen de Bas hier. Bongo Man is er ook zo met in de mix van hem. We beginnen nummer 20, 16 en nummer 10. Sander is er ook. Adi Kwak is er ook vanuit het pittoreske Rokanje. We hebben ook nog DJ Roy Heesbeen. Zo meteen een mix van hem, dames en heren. Een oude mix uit 2018, maar dat doet er niet toe. We gaan hem vanavond eens een keertje draaien hier tussen 7 en 8. En dan DJ Patrick Kamfens, Edward Loef, Edwines, Eltron, Pita van der Brugge. We hebben LT, Leon Terlouw, Hugo, Jerry, Le John Oorschot. We hebben ook nog even kijken. Jupp Zwijks, Kirsty Zilonen, Richard van der Hoeven, Robert van der Meulen uit Veendam en Rusty from New York City. Those are the people who are in the chat. Now will you join the chat? Come to your radios. Tot Den Haag, ladies and gentlemen. And now we go further on with the list of 1984. Not with Eurythmics. No, no, no. They made the record from it. But now, gaan wij eens even lekker door met een, dames en heren, een dame. Ja, een dame. Een dame, 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 dame. Stond er trouwens nog meer aan het Traveling op nummer 29. Dus nieuw was het ook de hoogste nieuwe binnenkomer voor vandaag. Hadden we ook nog nieuw op nummer 47. Fall in Love van Ryan Paris. Watch Out, Dr. Scat krijg je zometeen. Nieuw, nummer 43. En nummer 33, Queen of Watches van Kano of Glenn Wide. Hebben we ook nog Traveling net gehoord. Hoogste nieuwe binnenkomer uit Nederland kwamen ze toen. Ben Liebrand maakte toen de remix en de mix van deze plaat. Van deze Avalanche Traveling. 29 dus als hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst van 1984. Italo Remix stond er ook in van Fun Fun. Die stond op nummer 27 van 25. Maar die stond er al 26 weken in, dames en heren. Dat komt er niet uit. En deze mevrouw die stond er nog maar 7 weekjes in. Maar die ken natuurlijk nog wel van So Many Men, So Little Time. En toen had zij de kracht gevonden om er tegen te gaan strijden. Tegen de macht van alle mannen. Er moesten vrouwen in opkomst komen. Hier is Miquel Brown op je radio. Natuurlijk de Manpower. Wat ik me dan kan herinneren was volgens mij... Ik weet niet of je het mee eens bent, was Manpower was volgens mij ook een uitzendbureau. Dacht ik. Maar komen niet aan. Ik weet niet helemaal zeker. Dus laat ik een beetje aan jou ook over in de chat hier. You can join the chat if you want, because there are fine people here. Ja, 21 stuks, man. Ik vind het echt... Oh. Heerlijk dan dat op 9 minuten voor 6. Als je misschien nu net lekker met het eten bezig bent... of misschien ben je al aan het eten, dat kan natuurlijk ook. Dan wens ik je vanaf deze kant een smakelijk diner, dames en heren. En dat doe ik dan uit de grond van mijn hart.
Nou, Let's Break stond er trouwens ook in met Master Genius. Die stond op nummer 25, toen van nummer 22. En die stond al voor de 10e week genoteerd. Hier had je twee plaatjes. Ik heb maar de A genomen, want op de B-kant vond je Charade met I'm the One. Ik heb even gekozen deze week, hier in 1984, voor Didi Martin. And Save Yourself From Me. Don't you think it's time? Deze platen, zeg ik eerlijk. Jawel. Save Yourself From Me was dat. Van deze Didi Martin met de A-kant van Charade. Met I'm the One. En de B-kant was Save Yourself From Me. Zo heb ik het hier op Discogs. Passion, dat label, dat ken je vast nog wel. Met die mooie rode lippen daarin. Daar, dat ken je vast wel. Gemaakt en gemixt door Anthony, Sir Ian Anthony Stevens. Die man was toen eigenlijk verantwoordelijk voor alle soorten plaatjes die toen uit het pittoreske Engeland kwamen. Oftewel, de United Kingdom, ladies. Zometeen gaan we nog even een paar mensen opnoemen die allemaal gestemd hebben op deze lijst. En dat zijn er deze week 69 geweest, dus er worden aardig wat naampjes opnoemen zometeen. Ja. Maar eerst neem ik je even mee met een plaat waar Menno Schut lekker wakker van wordt. Want hij zegt, ja, ik heb laatste keer een plaat gehoord in jouw lijst. En dat was volgens mij ook de lijst toen, van het jaar 1984. En toen zei hij tegen mij, ja, dat is een plaat met een beetje vrolijkheid en toestanden. Ik zeg, nou, volgens mij weet ik wat je bedoelt. Want je kent ze ook van Cupid. Daar hebben ze ook een aardige, redelijk hit mee gescoord. Maar dit was de grootste. Ook in 84 gingen ze van 20 naar 23. En stonden 5 weken genoteerd. Hier is Aida uit Canada. En ja, het is the only number one station, Stad Den Haag. Oh,
heet Number One. Your number one radio station, 40 years since 1982. Dat kunnen we ook wel even zeggen, denk ik. Dat zeg ik ook uit de grond van mijn hart. Was hier trouwens number one van AIDA. En er zullen ook mensen op gestemd hebben. En welke mensen hebben onder andere deze week gestemd van de 69 die we deze week hebben binnengehad. Dat zijn Victor Raben, Patrick Kamfens, Gerwin Jansen, Karin Karsten, Peter van der Bos, John Davis, thank you for voting, Arin Iskanen. Ook Alex Huizing heeft het ook gezellig gedaan. Ook Mark van der Belt, de neef van Marcello. Ook Peter van Leven. Hugo Hoogmoed, Tjaart Eldriks, Ed Braam. Dankjewel weer, Ed, voor deze week. Arthur Loef, Vincenzo Sbagagno, Mike Bates, Bruno Adamus, Paul Thompson Benard, Martin Rus, Marius Bnjavski. Ook nog Juan Carlos Lopez González. En natuurlijk de vrouw van Patrick, Mariska Kamfens. En zover ook, we hebben hier nog Rob Plug, Mark Miller. We hebben ook nog Hans van den Akker, Zonder Brrr, onze Rotterdammertje. Ronald Pietersen, ook weer eens een keer bedankt, man. En Marcello zelf ook. Wilco de Vriezen, Theodoro Di Pietro, Tony Christoffel, Patrick van Zee, Kees den Heijer, ja. Ja, mijn oma heette ook Den Heijer, dus er zal misschien een kleine familieband in zitten. Stuart Reed, thank you also Stuart. And also Leon Ment Pronk, Mark Laheek, Charles Scholten. En ook Jaroslaw Rurard. En ook nog John Oorschot, Jan Willem Petit en Leo Elzinga. En zometeen volgen er nog veel meer op je radio. Dames en heren, geniet trouwens van deze Alberto Signorini. Ook in 1984 maakte hij een prachtplaats buiten Miss You. Ken natuurlijk ook deze. Zakte van 14 naar 22 voor de 12e week. Hier is Tilo Pretty Face. Is die nog niet zo lang geleden jarig geweest. Deze Alberto Signorini, de man die Stylo onder andere maakte. Ik heb ook Stylo nog eens een keer in de marathon, clubmarathon mogen aankondigen. Maar dat was toen een Ian Lex. Ja, die Italianen hadden toen van die invalmensen die... zo ging dat. Nou, ik wil even zo meteen nog even van deze plaat de handclap horen. Kan dat, de handclap? Even wachten hoor, dat komt zo meteen. Ja, dat komt zo meteen. Dat weet ik toevallig. Komt er een handclap. Een handclap. Nou, wat een handclap. Maar waar heeft hij dan die handclap? Kom dan. Ja...
80. Ja, die haal je natuurlijk uit een magische machine, dat heet de TR-808. Dat werd toen zo lekker geproduceerd. 14 naar 22, 12 weken genoteerd, deze Stylo Pretty Face. Had ook nog Laura Palace met Skiing in the Snow van 21 van 11. En die stonden toen 4 weken genoteerd. En dan nu gaan we naar nummer 20, 16 en 10. 20 is Dan Harrell, Taste of Love. 10, dan gaan we naar de Orient Express van Whiskey. En die andere is Hashim Al-Nafish, de Sul. Die komt ook nog voorbij. En natuurlijk, door wie zal die gemaakt zijn, dames en heren? Ja. Nee, dat is niet waar. Nee, niet door mij. Nee, nee. De flitsende 50. Ik ben reeds uw presentator en ik maak er een leuke hitlijst van. En ik hoop dat jij er ook op dit moment van aan het genieten bent. Nou, de drie platen, gemixt door onze bongers Mark Bongo. Hier is alle drie achter elkaar zijn ze.
miniature girl in two very different worlds get together for the cause. You scratch my back, I'll scratch yours. Everybody here is on the make because some folks give and some folks take. Now we're looking for the perfect match. It's in the song, it's in the scratch. I believe it in the stars. You and I should go so far. Once you had a taste of love, then you know you can't exist without it. Love is like a drug that you just can't do without. Makes you so excited, makes you wanna shout. Once you've had a sample, you never want to stop. Follow my example, I'll take you to the top. To take a risk, love is always hit or miss. You never know until you try. Let's see what happens, you and I. You know everybody here's on the make because some folks give and some folks take. We're looking for the perfect match. It's in the song, it's in the scratch. Now it's just the two of us. We're so young and curious. I don't care what people say. Let's discover what we can discover. Love is like a drug that you just can't do without. Makes you so excited, makes you wanna shout. Once you've had a sample, you never want to stop. Follow my example, I'll take you to the top. A taste of love, oh oh, a taste of love. A taste of love, you need a taste of love. Er is altijd met alle dingen in het leven, aldoende leert men. En aldoende leert men, dat hebben ook Mark Bongo gedaan. Begon eigenlijk met weinig dingetjes. En dan bouwt hij zichzelf op. Hij luistert naar op positieve kritiek. En dat doet hij er ook wat mee. En dat doet hij nog steeds fantastisch. Mark Bongo Man, ik wil zeggen... Oh, wat een goed! Ja, en je kan ook zeggen van... Maar is dat lekker, hè? Zeker, het is hartstikke lekker. En dat is er ook Anne hier in de chat, die zegt... Heb je die goed gemixt? Heb je dat weer lekker gedaan? Drie plaatjes achter elkaar had je hier op een rijtje gezet door Mark Bongo Man. Ik ga ze even voor je opnoemen. Dat waren nummer 20. Ja, nummer 20. En nummer 20 was het Taste of Love. Kwam van 12 af, stond 15 weken genoteerd. Dan Harrow, Chuck Rolando zong deze plaat en het heette Taste of Love. Nou, voor de rest hadden we nummer 16. Die kwam ook nog voorbij. Al Navis, de Hashim. Een beetje freestyle electromuziek van deze Hashim. Ging van 9 naar 16 en stond toen 6 weken genoteerd. En dan gaan we nog even naar de laatste, nummer 10. Dat was de Orient Express, hoor je ook voorbij komen. Onze meneer Bertie, zoals die het echt heet. Whiskey, hoorde je ook. Hier op nummer 10 van nummer 18 en stond toen 3 weken genoteerd. En dan nu gaan we naar dat katje. Een oude kat is het eigenlijk. Je zou een kat in de zak kunnen kopen. Hier is zij van 28 naar 19 voor de vijfde week. Red a kid and where's my man? Desire.
Capri. The kind of man who comes alive when he comes near Rodeo Drive. It's the kind of man who wins my heart with style and class. You know, I've tried some other men, you know, the kind with zeros less than 10. But every time I grab the ring, it's always brass. Ik vind het persoonlijk een waanzinnige plaat, deze Rather Kid and Where's My Man. En in de chat gaat het ook helemaal geweldig, echt waar. Dat als het gaat over neusfluiten in de chat. En dan zegt Anne, zegt van ja, als ik op mijn neus, met de neusfluit ga fluiten, dan zit hij vol met snot. Ja, dat is niet zo lekker natuurlijk. Maar de neusfluit schijnt weer terug te moeten komen volgens de mensen die hier in de chat zitten. En dat is natuurlijk alleen maar hartstikke leuk. Nou, Sandra die heeft een bijvrouw. Dat is ook wel even leuk om te weten. Ja, een soort maîtresse kan je dat eigenlijk noemen. Van de mensen trouwens in de middeleeuwen ook hoor. Dus er is niks mis mee dat ze meerdere vrouwen erop nahouden. Dat gebeurt nog steeds. Ja, dat is de cultuur die dat doet. Ja. Nou, we gaan eens even naar deze Modern Danceable Music Company. Op nummer 15 blijven staan. How about it? Deze Modern Decibel Music Company, Dureco, daar verscheen het op. How about it? Dus 15 blijven staan en stonden daar voor de vierde week. Genoteerd. Daar. Hoe leer ik scratchen? En hoe leer ik mixen? Dat is misschien een feit. Lekker is dat, hè? Ik vind het heerlijk, ja. Kost je wat naaltjes, maar daarbij is het wel leuk om te doen, zeg ik eerlijk. Ja, tuurlijk. Prachtige plaat is deze MDMC en How about it? Hier
in Dusko, je douche vol met disco. Ik zei net al, 69 mensen hebben deze week gestemd op de lijst. En daar ben ik nog steeds blij mee dat er nog mensen het leuk vinden om de moeite te nemen om een aantal platen eruit te halen die je zo leuk vindt dat je denkt van, laat ik hopen dat die ook gedraaid wordt. Dat geldt voor Erik van der Veer, Leon Bar, Frans Geersen, Frans succes nogmaals met je horecabedrijf, Hans Urlesum, Keersi Sulonen, Bram Hermans, Rick uit Rotterdam heeft er ook gestemd, Italo Ton, Vissen met Poten, ons Erik Smit, Leon Terlouw, Linda Toorning, dag Linda. Hallo, Mark Taxi Guy en Higo Pigo, Gerald van der Weijden, Henk Westhoff, Chris Chaudron, Erik Vaze, tweede fase, derde fase, je weet het niet, Rob Stil, Mark Bongerman, Elroy Heesbeen, zometeen de mix van hem tussen 7 en 8, Sander Thorn deed het ook, Erwin Steins, Pieter Verbrugge, Niels Bom, Andy Roos, Jerry van Bokstel. Share the Night. De man die dit ook gemaakt heeft, was Fred Zarr. Dan zou je Fred Zarr zeggen, zeg maar geen zier, Zarr, geen niks niet. Maar Fred Zarr, met dubbel R trouwens, die heeft heel veel muziek gemaakt, ook in de jaren 80. We kunnen ook denken aan de jaren 70, waar we allemaal met onze handen in de lucht gingen. Van, ja, dan maakten we toch dat YMCA. Dat heeft hij ook gedaan. Heeft dus met de Village People ook nog samengewerkt in zijn productionele carrière voor deze Fred Zarr, die verantwoordelijk was voor deze plaat van World Premiere, Share the Night, prachtplaat. En wie wil de nacht niet met Jerry? Oh nee, nee, een grapje. Nu niet hoor, want hij is nogal snotterig. Maar ja, goed. Maakt er niet zoveel uit. Deze plaat zakte trouwens van nummer 8. Die ging naar nummer 14 en stond er 3 weken in. Deze World Premiere. En door met deze geweldige, casino-achtige klanken van deze man. En dat vind ik toch wel heel erg mooi dat hij dat ook gedaan heeft. Want in 1984 vind je hem hierin. En Brando, ik heb dat verhaal al eens verteld, dat ik van een snabbeltje afkwam en dat Radio 10 aan het luisteren was. En dat daar ineens deze plaat voorbij kwam. Maar ik dacht van, jee, die Talo Disco, die gaat vooruit daar ook. Van 7 naar 13 stond er toen 5 weken genoteerd. En je zou eigenlijk een klein beetje willen weten hoe laat het eigenlijk is. Maar ja, goed. Je kunt klok kijken of deze Brando met zijn Rainy Day heeft voor jou het antwoord. What time is it? Someone
geïmiteerd. Nooit te evenaren. Radio Stad Den Haag. Punk, rock, new wave, soul. Pop music sounds so rock and roll. Calypso, reggae, rhythm and blues. Master mix those number one tunes. Play that favorite song of mine and accept my calls on the request line. DJ will play. DJ doet het op Radio Stad Den Haag. 40 jaar dit jaar, 2022. Ik moet er even twee mensen op noemen die ook gestemd hebben op de lijst van vandaag. Ik had net ook Jerry van Bokstel genoemd. Maar Richard van der Hoeven, die ook in de chat zit vandaag, heeft het ook gedaan. En Marcel van der Harst. Harst, man, bedankt dat je weer je potentiële kracht hebt gegeven om de lijst der... Nou, de lijst is het niet, want als ik dat ga zeggen, krijg ik van Peter van Leeuwen, alias Koen Bom, eigenlijk een beetje om mijn flikker. Dat vindt hij zo'n gekke uitdrukking, ja. Ik heb dat niet helemaal altijd begrepen, maar dat geeft verder niet. Klop en de Whisky, Play That Beat, Mr. DJ, ging van 13 naar 12. Stond daar 6 weken genoteerd. Nou, gaat weer even over de liefde, dames en heren. Met je neusfluit, van 6 naar 11 voor de 5e week, Vicky Benson.
maar zo makkelijk. Je moet er toch aardig wat moeite voor doen, hoor. Ja, Vicky Benson was dat. Dat heet Easy Love, ladies and gentlemen. Genoteerd in 1984 in deze lijst van dat jaar. 80 jaar trouwens. Ik vind het een heel goed jaar. Meen ik serieus. Dus even kijken. We hadden net dus de Easy Love van Vicky Benson. Nummer 10 gaan we... Die hebben we al trouwens... die hebben we nog al gedraaid. Want die zat namelijk in de mix van... je weet wel, meneer Bongo Man. Die had hem al daar helemaal in gefabriceerd. En nummer 9 wordt zo nog gedraaid. In de mix van Leon Terla. Meneer LT, die ook in de chat hier zit. En die heeft nummer 9, 43, krijg je zo meteen ook nog te horen. En nummer 1, dat is dan, die gaan we als laatste natuurlijk draaien. Ja, dat is logisch. Maar eerst nog verder met een aantal platen te gaan. Want dan komen we terecht bij nummer 8. Die komt toen van nummer 44 af. Deze Ready for Love, deze vrouw was daar helemaal klaar voor. Had haar charitel aangetrokken en dacht van... hé, laat ik de hele wereld eens even lekker aangaan... en laat ik daarvan gaan genieten. Dat heb ze ook weer lekker gedaan. Verder dus Ready for Love in de remix. Kwam toen van 44, ging naar 8 en stond 2 weken genoteerd. Nou, het is nooit te laat. We zien maar weer. En dat soort dingen. Zullen we even deze vrouw even aandacht gaan geven. Simone, zo heet zij. Kwam volgens mij uit mijn hoofd uit Engeland... maar verscheen op CNR, het Injection label, zo hier in Nederland. Ging van 10 naar nummer 7 en stond daar 5 weken genoteerd. Het is never too late. It's too late. Daar zingt ze dan over. Hier is Simone in de flitsende 50. Yeah.
mixers in onder ons in onze land, die gaan weer helemaal harder. Hallo, hier moet je hem in mixen. Ja, hier moet je hem gebruiken. Dat doen ook de meesten namelijk, want je moet altijd mixen in het kale beatjes. Niet hier, dan moet je alweer terug zijn. Hè? Dat mag eigenlijk niet. Hè? Gebeurt niet altijd, dat kan natuurlijk ook niet. It's too late dus. Van 10 naar 7 ging deze plaat van deze Simone. Stond er 5 weken in, deze geweldige paard. Lekker met een beetje krasjes en kraakjes erin, want ik heb hem van vinyl gedraaid. En ik lieg. Ja, ik lieg. Ja. Ik heb hem van, nee hoor. Dat is versie die van vinyl geript is. En dat geeft toch alweer zijn charme, zoals iemand in de chat ook zegt. Dat zegt onze Pieter Alverbrugge. Die zegt dat zo van Electron, zoals de heer. Die zegt dat heeft toch echt zijn charme. Dan geef je toch weer van, ja, dit is toch charme, vind ik ook. Komt allemaal weer terug, die vinyl. Ik heb laatst op tv ook iemand er alles over uit zien te leggen. Die zegt, joh, dat heb je iets in je hand. Oh, dat zei Roland Molendijk. Die zei dat ook, die was helemaal fan van David Bowie. Die had dan inderdaad zo'n plaat. En die zegt, nou, dit is nou lekker om op te zetten. En dat is meer gevoel dan dat je een Spotify'tje aanzet of weet ik wat. Of een MP3'tje ergens in. Maar goed, tegenwoordig is dat zo en daar kan je verder niks aan veranderen. Vandaag trouwens is het alweer, laten we zeggen, even naar de datum. Ja, kom maar even met die datum. 8, 9 januari. En vandaag kwam in 1981 Phil Collins uit in de winkel met zijn eerste solo-single. Dat heette toen In The Air Tonight. Ja, In The Air Tonight. Wie kent dat niet met die bam, 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 bam. Met die drum-ding erin. Waar iedereen nog steeds wild van is, laten we eerlijk zijn. Maar goed, verder met The Flirts, 1984. Hier is Danger op 6. With Dynamite. Dat mag helemaal niet, jongens. Je mag geen vuurwerk afsteken. Nee, dat mag helemaal niet. Dat was die trouwens. Flirts in Danger hier op de radio. Fijn dat je luistert. Ook op de 97.2. Als je nog naar buiten gaat of wilt, dan kan je altijd nog even proberen een dag te tunen. Dat je nog even gezellig naar de FM gaat zitten luisteren hier vanuit dit etablissement. Nou, altijd leuk. Goed, dat was die trouwens. Danger. Van 9 naar 6 ging die en stond daar, of sorry, 5 naar 6. 1 plaats gezakt en stond er toen 5 weken genoteerd. I'm not
fantastische tabs. Ellen Kroll, Hoe en Barbara Doust waren de twee die dit allemaal fabriceerden. Ging van 21 naar nummer 5. Je stond er toen 2 weken in. Tabs, je kent ze nog van My Forbidden Lover. Dit was de plaat dat heette Burning With Fire. En dat is ook een van de favorieten natuurlijk van de mensen die het jaar 1984 ook echt in hun hoofd hebben zitten. Ik ga even nu eens heel iets anders doen. Normaal draai ik een versie van deze plaat. Dat noemen ze dan de remix-uitvoering. Maar ik heb nu eens gekozen voor het echte albumversie. Waarom zou je dat niet een keer doen? Gewoon het echte originele versie, want het klinkt iets anders dan je normaal gewend bent in de remix-uitvoering. Al stond hij natuurlijk in de remix-uitvoering hier in de luister vandaag. 4 blijven staan. Ga eens even mee met de Creatures naar de fantastische Laltro Mondo Studios. 6 weken genoteerd. Believe in Yourself. Disco and high energy dance classics. This is Radio Stock Den Haag. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, là, les mecs du mois. Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, quelle linda star! Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, eh. Don't forget me, I'm Dr. B. Vers sur verre de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Vers sur verre de Cuba Libre. Dr. B, that's me. Yes, yes, you. You don't stop, oh, come on, come on, let me see you rock, rock.
Franse versie van deze Bandolero verschenen. Dit was de originele versie uit 1984. Bandolero en zijn Paris Latino ging van 2 naar 3. En stond er wel liefst al 5, 6 weken in. Lekker is dat. We gaan even naar nummer 2. Zometeen de 3 platen die ik het net even over had. Die Lionel T. toen even lekker gemaakt heeft. Maar goed, eerst even DJS. Die heeft hier een remix van gemaakt van deze First Choice. Honey, let me tell you something. I got something here that you don't ever want to turn down. I got something for your mind, your body, and your soul. Van de vrouw is dat. Nummer 2 in de lijst van 1984. Deze First Choice. En Let No Man Put Us Under. Zakte van 1 naar 2. Stond er toen 8 weken in deze lijst van vandaag. Was van 21 januari. Toen oorspronkelijk uitgezonden via de legendarische 97-2. En nummer 3 was dat. Week 3 die we met jou hier behandeld hebben. Ik wil jou allemaal bedanken. Onder andere natuurlijk Lionel T. voor het aanleveren van de mix. Ook Mark Bongers. Ook voor het aanleveren van de mix. Straks Rick nog even bedanken voor het neerzetten van op YouTube en Mixcloud van de uitzendingen. Misschien is dat morgen. En voor de rest wil ik nog een paar mensen even feliciteren. Het zijn niet bijzondere mensen, maar Joni Boer is vandaag jarig. Dat is een soort hele grote kok. Hij is 57 jaar geworden. En in Zwolle, toen ik met Hollands Can Talent meedeed, heb ik hem toen een keer mogen ontmoeten. En Martin Waardenburg van Waardenburg en de Jong is vandaag 66 jaar geworden. Hey, heel veel plezier met de 3 nummers. Nummer 43, 9 en 1, gemaakt door LT. Maar eerst nog even een overzicht van de nummers 10 tot de nummer 1. Houden ze fijn, de hits op de rij. Whiskey met Orient Express op nummer 10 genoteerd. 9, Happy Song van Baby's Gang. En Vera Ready for Love op nummer 8. 7, It's Too Late van Simone. En ook Flirts met Danger op nummer 6. 5, Burning with Love, Fire, sorry, van Taps. Creatures Believe in Yourself, 4, 3. En Paris Latino van Bandolero. En First Choice in de DJS-uitvoering. Let No Man Put Us Under op nummer 2. Het is tijd ook voor de nummer 1 in de mix. Hier is Hazel Dean met Hennislav.
Dat was die meneer LT, Leon Terlouw, jongens. Heerlijk gedaan weer, man. Deze plaat hoorde je achter elkaar. Baby's Gang, Happy Song, nummer 9 in de lijst voor vandaag. Hazel Dean, Jealous Love, nummer 1 in de lijst. En nummer 43, Dr. Scat met Watch Out. Hij heeft nog wat sampletjes gebruikt van onder andere Michael Jackson, Thriller, hoor je doorheen. Sharon Redd met Love How You Feel. En Avalanche met The Traveling Earth. Oftewel het nummer dat heette dan Traveling. In deze mix worden trouwens ook nog een aantal stereo-effecten gebruikt. Die je met de koptelefoon krijgt. Dan krijg je de meeste effecten daarbij te horen. Verder lopen er constant 2 tracks gelijktijdig. Aan het eind loopt dit op naar 4. Dus heeft hij dat zo op laten lopen. Kleine eind dit. Kleine eind. Goed, Leon Terlouw, hartstikke bedankt weer. Misschien volgende week, je weet het niet. Volgende week ben ik er trouwens ook weer. Met ook weer een flits in de 50 in Dusko. En ik zeg tegen jou, veel plezier met Elroy Hazeby. It all started in 1982. And for the last 40 years, we've never stopped. Radio Stad Den Haag. Numero uno. Your number one 80s station.